Nou, Willem en Jan zijn we nu bij Jasmijn Gerritsen. Jasmijn gaat ons meenemen met haar favoriete platen. Jasmijn, als ik jou mag vragen, vinyl, cd of Spotify, waar kies jij dan voor? Ik kies voor vinyl. Ik vind dat streaming een beetje is als een koffiezetapparaat. Je staat op en je zet het aan en het loopt gewoon door. En daardoor ga je het minder waarderen, de kunst van het muziek opzetten. Met cd heb ik eigenlijk nooit iets gehad. Ik had op de middelbare school wel een boombox en een doosje cd's en ik brandde voor iedereen muziek. Maar dat was het. En toen vinyl kwam, merkte ik dat mensen noemen het ook wel een soort ritueel. Mm-hmm. Dus je viert eigenlijk een beetje de daad van het opzetten van muziek. Ja, precies, ja. En dat vind ik erg belangrijk, want je leert zo veel beter eigenlijk productie waarderen. Je leert het hele verhaal van A tot Z, het hele album leer je luisteren met een plaat. Ja, je gaat bewust naar muziek luisteren. Het is veel echter en menselijker. En je hebt een object vast dat met zorg gemaakt is en dat is heel anders. En als er normaal gezien vrienden op bezoek komen, dan zoeken ze een plaat uit en die zetten ze op. En dan heb je het een beetje over dat album en je kijkt naar de albumart. En je kijkt naar de insert, je kijkt naar de pressing. Dus je bent eigenlijk veel meer bezig met wat je in handen hebt. En jij hebt nu 3 platen naast je liggen. Zou je ons willen meenemen naar jouw top 3 van de favoriete albums op vinyl? Ja, die heb ik. Dat is de eerste, is Nathan Gray, Feral Hinds. En die heb ik in het... Roze vinyl. Roze. Nice. Dit is een artiest die eigenlijk meer dan de helft van zijn leven actief is geweest als vocalist binnen de hardcore scene. Dus hardcore punk. Hij is bekend van bands als Boys Set Fire, Casting Out, I'm Heresy. En hij heeft in 2018 een soloplaat uitgegeven en dat is deze. En daarin vertelt hij eigenlijk voor het eerst over trauma. En hij heeft in zijn jeugd behoorlijk wat trauma meegemaakt. En hij heeft een dark gospel plaat daarover gemaakt, wat heel wat anders is dan zijn normale muziekstroming hardcore. En het is eerlijk en hij vertelt het in een soort van cryptische manier. En het is angstig en boos. En ik heb er heel veel binding mee gehad. Het kwam eigenlijk precies op het juiste moment. Dus eigenlijk is het album in een hele nare tijd door hem geschreven? Ja, in die periode. Ja, hij heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft er een boek over geschreven, Until the Darkness Takes Us. En dit is eigenlijk voor het eerst dat hij erover zingt. En dat is heel bijzonder geweest. Mooi verhaal. Nummer 2. Nummer 2 is hopelijk een iets meer bekende. Dat is Sigur Rós, Agathis Bjørjun. En als ik het goed heb, komt deze plaat uit... Oh, ik dacht 99, maar het is 2000. Deze uitgave in ieder geval. Het is een IJslandse band. En ik weet nog goed dat ik die plaat jaren geleden voor het eerst hoorde via streaming. En toen ben ik hem gaan kopen op vinyl. En toen kreeg ik hem binnen en toen ben ik er helemaal voor gaan zitten. En toen heb ik hem heel bewust geluisterd. Maar klinkt het ook anders, hè? Als je hem dan echt in handen hebt, dan klinkt de plaat anders dan als je hem op Spotify aanzet. Ja, het is gewoon bewust. Dus ik ging er echt voor zitten, want ik dacht, oh, volgens mij ga ik dit heel bijzonder vinden. En dat resulteerde in een soort van emotionele achtbaan, meditatieve cryfest. Was echt heel heftig. Ja, mooi, ja. Ja. En ik dacht, ja, shit, hoe kan dat nou? Het is gewoon IJsland, ze zingen ook in het IJsland. Hoe doet muziek zoiets met je? En daar is mijn liefde voor postrock begonnen. Want postrock staat er onbekend dat ze eigenlijk op een vaak instrumentale manier heel goed gevoel weten over te brengen. Net als klassiek dat bijvoorbeeld doet. Mm-hmm. En zo is het begonnen. Mooi. Sigur Rós. Nummer 1, wat is jouw favoriete album op vinyl? Dat is, mijn vrienden gaan dit zien en die denken, ja, sowieso. Dat is Descendants, Everything Sucks. Descendants, Everything Sucks. Ja, het is een plaat uit de jaren 90, mid jaren 90. En deze band gaat al zo lang mee. En ze zijn allemaal de 50 gepasseerd. En ik zie ze nog steeds in een volle zaal in eigen backline neerzetten. En dit is voor mij het boegbeeld van DIY punkrock. Beste punkrock band voor mij. Het is super melodieus en catchy. En het is kort en het is een beetje, dit is het en dit krijg je. En ze zijn zo consistent gebleven al die tijd. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen die van punkrock houdt, deze moet, Everything Sucks moet luisteren. Die moet aanschaffen en die de platenkast moet hebben. Ja. Ja, het is gewoon een goede plaat en daar kan ik niks meer dan dat over zeggen. Het is gewoon heel goed.